Hallo. Ik wilde gaan sporten deze ochtend. Maar toen mijn wekker ging was ik zo moe dat ik weer ben gaan slapen. Nu is het 11 uur. Echt story of my life. Op school vandaag, maar ik wil wel echt gaan sporten nog. Oh ja, en ik heb net 35.000 abonnees gehaald. Yeah! Echt heel leuk. I love it. Thanks voor iedereen die geabonneerd is. En als je nog niet geabonneerd bent, doe even. Kijk aan, hè. Ah, bitter. Bitter, hè? Eerst smaakt het nog wel lekker. Bitter en zuur. Ik heb dus dit besteld gisteren bij Gorillas. Breakfast Pot Chia Pudding with raspberries. Dus ik ga het proeven. Heel lekker. Ik heb echt de hele tijd aan school gezeten. Echt? Het is nu half 3. Ja, ik moet zo weer naar school. Ik moet zo naar school. 4 uur. Maar ik ga even met de auto naar school. Met de auto? Ja, maar ik moet in het donker terug. Oh ja. Anders is niet veel aan iets goed. Voor lunch heb ik lekker 2 broodjes met avocado en ei. Love it. Ik heb dus een soort van proteïne snacks van Grace. Heb ik die besteld via Gorillas. Proteïne oat bites. Dit heb ik nog mee voor onderweg, want ik heb niet zo lang school. Maar 2 uurtjes of zo. Dus dat ga ik onderweg eten. Ik wacht nu tot de auto er is. En dan naar school. Hallo. Hij is aan het rennen. Denk voor de bus. Ik ben dus nog nooit met de auto naar school geweest en ik ben verkeerd gereden. Maar alsnog ben ik wel op tijd volgens mij. Dus dat is mooi. Maar ik weet niet goed waar ik nu heen moet. Ik ben te laat. Ik had nu in de les moeten zijn, maar waar de fok moet ik nou omhoog? Ik snap echt geen van deze parkeergarage. Blijkbaar zit ook het ROC hier. En ik was net bij het ROC binnen, maar vanaf daar kom je niet heel makkelijk bij de HVA. En ik moet naar de HVA. Oh my god, wat irritant. Ik ben weer klaar met school. Het was echt een fucking saaie les. Echt niks geleerd. Ik had er echt beter niet heen kunnen gaan. Maar het is een keuzevak, leiderschap. Maar wel verplicht keuzevak. En je moet een paper schrijven over een leider. Dus we kregen les over weet ik veel van alles waar ik niet naar geluisterd heb. Want ik kon me echt niet concentreren. Ik ga nu naar huis, dan lekker avondeten. Geen idee wat we gaan eten. Maar nu naar de auto en dan naar huis. Ik heb het koud. Home sweet home. Ik ben thuis. Het is 6:30 volgens mij. Ongeveer. 6:45. Het was een beetje een stomme dag. Maar ik ben nu wel klaar met school. Ik moet wel nog editen zo. Dus dat ga ik nog even doen. Vis en ik gaan aflevering Undercover kijken. Dat kijken we nu. Elke week is er een nieuwe aflevering. Zo daad's van. En Vince heeft even eten besteld. Dat is er nu. Hij zit even aan het ophalen beneden. Want soms heeft de bezorger, weet ik veel. Dan loopt hij niet naar boven. Dan kan hij het niet vinden of zo. We hebben avondeten gebesteld. Ik wilde zeggen gehaald. Maar we hebben besteld. Ik heb het opgehaald, maar we hebben het besteld. Garitos. Mexicaans drankje of zo. Garitos. 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 Mango en lime. Mango smaak en lime. Dan burrito. Burrito. Die is voor mij zeker. Oh my god, die hebben echt veel te veel gehaald, Vince. Maar dit heb ik allemaal niet gehaald. Klopt het wel? Nee, ik heb dit allemaal niet besteld. Een bol? Heb je dit echt niet besteld? Nee, ik zweer. Wat had jij dan voor jou? Alleen dit. Wow, maar het ziet gewoon uit lekker als een taco. Nou, okay. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Nou, wij gaan even Undercover kijken. Ja. Het is weer een nieuw seizoen voor de mensen die ook Undercover hebben gekeken. Dat zei ik al net. Oh. Doe je het grote licht uit? Loop weer achter de tijd aan. Oké, ik doe het grote licht uit. Het bord? Ze zijn zo lief. Vince, die zou even ijs bestellen omdat wij zin hadden in ijs voor avondeten. Toetje bedoel ik. Ijs voor avondeten. Kijk wat hij allemaal heeft. Oké, hier. Pannenkoek ook. Zonde. Eén groene juice erbij. Oh my god, Vince. Oh, daar heb ik zin in. Oh my god. Gaat hij erin? Ja! Het staat op film, je bent betrapt. Vis wordt belaagd. Ik ga lekker slapen. Ik ben echt moe. En het is laat. Nou ja, het is niet eens zo laat. Het is 11 uur. Maar ik ga bed in. Dus dit was de vloggie van vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En je kan abonneren op mijn kanaal als je het wil. We hebben 35.000. Volgens mij heb ik dat al gezegd vanochtend. Maar heel erg bedankt daarvoor. Echt super leuk. Kom ook volgen op Insta. Mijn Insta is Isa Luna. Ook gewoon. En bye bye. Thanks voor het kijken, bestie.